We staan hier voor een uitermate belangrijk doel. Het welzijn van onze banen en onze toekomst. De herinvoering van de vliegtuig voor Schiphol betekent zonneklaar een vermindering van het aantal arbeidsplaatsen. Op dit moment is de luchtvaartsector goed voor 300.000 arbeidsplaatsen in Nederland. Een vermindering van bijvoorbeeld 10% in het aantal passagiers betekent een verlies van 30.000 arbeidsplaatsen. Dat kunnen we niet hebben in de uitermate moeilijke situatie waarin de economie zich nog steeds bevindt. We hebben meer werkgelegenheid nodig en niet minder werkgelegenheid. Daarbij is Schiphol met haar wereldwijd netwerk van verbindingen een kurk waar de economie op drijft. Nederland kan het zich niet permitteren om Schiphol vleugellam te maken. Dan heeft de hele Nederlandse economie een groot probleem. We gaan een petitie aanbieden waarin de argumenten staan waarom we tegen herinvoering van de vliegtuig zijn. En we gaan hem aanbieden aan de vaste Kamercommissie die de luchtvaart behandelt. Ik moet er niet aan denken dat al onze collega's die wel jong zijn en nog een toekomst, een verre toekomst hebben, dat die hun baan gaan verliezen. U bent bang dat u uw baan gaat verliezen? Zeker. We hebben 4 jaar ditzelfde meegemaakt. Toen hebben we hier ook gestaan, toen is het afgeschaft. En de luchtvaart zit al in een kritieke fase. En ik wil gewoon voorkomen dat die vliegtax opnieuw wordt ingevoerd. Er zijn meerdere mensen die via andere landen gaan vliegen. Ja, dan komen ze niet via Schiphol. En dat kost ons banen. Niet alleen bij ons, maar bij Schiphol, Transavia, Martinair. En ook alles wat er omheen gaat. Dus wij willen deze vliegtax absoluut van tafel af hebben.